Er was veel bekijks maandagavond bij een landing van een luchtballon midden in een woonwijk. De ballon moest landen op een veldje aan de Middachtenstraat omdat er te weinig wind stond. Eerder op de avond was die opgestegen vanuit het Goffertpark en de geplande bestemming lag ten zuiden van Nijmegen, maar die werd dus niet gehaald. De landing ging goed. Voor de zekerheid werden toch politie en brandweer ingeschakeld. Zij waren dan ook ter plaatse, maar hoefden uiteindelijk niet in actie te komen. Zo'n 100 mensen kwamen op de landing af. De toeschouwers hebben de bemanning uiteindelijk geholpen met het opvouwen en opruimen van de luchtballon.